ben een Salamiya. Ik ben een Amsterdammer. Ik zei net, ik ben Salam. Ik ben in Nederland geboren en mijn ouders komen uit Ethiopië. Ik voel me meer een Amsterdammer. Omdat ik hier eigenlijk mijn hele leven woon en hier ben geboren. En Ethiopië is meer waar mijn ouders vandaan komen. Ik spreek thuis Nederlands, maar soms ook Ethiopisch. Ethiopië ligt in Afrika. Ethiopië was vroeger wel een arm land, maar nu gaat het veel beter met de economie. Cultuur is daar heel leuk, vind ik zelf. Er zijn heel veel verschillende soorten dans en taal. Je hebt heel veel mooie kerken, dat heb je hier wel, maar daar zijn ze maar met heel veel tekeningen en foto's. Ze zijn daar heel erg gelovig. Ik heb twee paspoorten. Eén Nederlands paspoort en één samen met mijn moeder een Ethiopisch paspoort. Wat ik mooi vind aan Amsterdam is dat het een oud stad is en dat er dingen zijn die oud zijn, maar ook nieuw zijn. De huizen bijvoorbeeld, die zijn best mooi en oud. Dit is een sjaal wat vrouwen vaak dragen op feestelijke dagen en in de kerk, zodat ze hun haar kunnen beschermen of niet. Ze mogen hun haar niet laten zien. Dit is een steen met kristallen erin. En die kan je vinden in rivieren in de stad Aksum. Ze gebruiken dit voor nepdiamant. Dit zijn slippers die ze dragen in de stad Oromo. En die steentjes die zijn bekend, want dat dragen ze ook bij hun kleding als ze gaan dansen. Als ze Oromina gaan dansen. Ik mis in Ethiopië mijn familie vooral. Het is daar wel vaak warmer dan hier. Ik ben blij dat ik een Amsterdammer ben. Want het is gewoon veel fijner om hier te wonen dan in Ethiopië. Want spreek ik de taal niet. En ik voel me hier gewoon fijner en veiliger. Amsterdam heeft niet zoveel modder en zand en zo. In Ethiopië vind je dat wel overal. Als het winter is. Ik ben trots op dat ik een Amsterdammer ben. Omdat het gewoon veel fijner is om een Amsterdammer te zijn. Gewoon, ik weet niet, het voelt fijner.